Manly vandaag. Dus waar we bij de Harbour Bridge en de Opera House waren, daar kun je een ferry pakken naar de overkant. Dat is een soort van beach town. Ik heb helemaal geen kleding, hè. Gewoon twee broeken, twee truien. Ik dacht, als afwisseling om dan nu maar even deze combi te maken. Want het is gewoon koud. In de zon op een gegeven moment is het gewoon heet, maar in de ochtenden en avond is het koud. Oké, en ik zal filmen daar hoe het er is. Ik ga mijn haar denk ik maar vast doen. Ik heb nu al geen zin meer. We gaan met de bus naar de metro, hè? Ja, yep, bus, metro, train, ferry. 12:10. Waar ga je op boot? Hier een soort van repair op de seat. Get back in there, Sydney. Go, 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 go get Mama. Me. Mama, me? Yeah. Okay. Oh my God. Don't film this. Go on, Sydney. Mama. Hey, Zee. Yeah. Wanna go together? Yeah. Samen? Richie heeft een bananenmilkshake. Geroosterd bananenbrood, wederom geweldig. En ik heb deze. Huge, hè? Mia? Oeh. Go. Hard voor. Cucumber, spinach, celery, kale. Ja. Niks vrolijks, maar heel gezond. Volgens mij film ik alleen maar eten in deze vlog. What is the potato scallop? This is something that I can't believe we don't have in Holland. Oh. It's literally a wonderful disc of potato
battered, fried. Nice cutlery. Mama. Wel, elke keer een palmboom achter mij bij het eten. Oeh, lekker. Fan down one notch, cause we're turning it down one notch, yeah. Kijk, dit is mijn husband. Hi. Wij gaan naar Lake Conchola en dat is een zwaar beladen woord voor mij, want daar praat Richie al 3 jaar over. Voor jullie betekent het woord nog niks. Maar ik ga het allemaal laten zien. Richie ging er elke vakantie naartoe. Zijn ouders hadden een vakantiehuis en dan konden ze dus daar. En de neven en nichten zaten daar ook allemaal. Dus vissen, varen, vogels voeren. Er is een bowlingbaan met een restaurant waar we naartoe gaan. Yep. En het is denk ik een soort natuur. Kangaroos, ja. Boardwalks over the beach. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er heel erg zin in. Het wordt echt, volgens mij is het een beetje zo'n soort van berg, camp, camping vibe of zo, denk ik. Ja. Yeah. Een beetje outdoor. Dus we hebben allemaal joggingpakken mee. We gaan helemaal in die lifestyle. We gaan 3 nachten en als we terugkomen gaan we naar Bondi. Dus alles komt voorbij uiteindelijk. Hartstikke bedankt. We gaan weer van de suiker af als we in Nederland zijn. Hè? Ik ga nu met Richie, Sydney en zijn oom op een boot, want we zitten in het huis aan een meer. Het is een droom die uitkomt, want dit lijkt dus op die huizen die je altijd in die shows ziet op Netflix. Dus Chesapeake Shore, don't judge me. En Hallmark films zijn altijd in huizen zoals dit. Ik weet nog niet of ik hier ga filmen, ik moet nog even overleggen met zijn oom en tante, maar we gaan nu op de boot en daar ga ik wel even filmen. Kijk, papa is op de boot. Ja. Ja, papa. This property has been in the family since the early 1800s. This is where John and Carrie were telling us, like, we all grew up, everyone, boats, this beach packed with boats. Yeah. Ready? Ready, Sydney? We liggen midden op het meer en we zijn niet zo. We zijn gewoon niet meer. We hebben meer. Geweldige boottocht. Kun je dus al die dorp, ja, die plaatsen die hier aan liggen, heel groot deel is natuurgebied, dus daar wordt nooit wat gebouwd.